Vater unser im Himmelreich, vooral deze bewerking. Bach heeft er meer geschreven. Ja, dat blijft een raadsel voor de meeste organisten. Je speelt het je hele leven en probeert het elke keer weer op een iets andere manier. Het is een stuk met figuren die niet vaak voorkomen, een beetje tegen de raads. Triolen met puntjes erop, niet zo duidelijk wat daarmee bedoeld wordt. En het is ook gecompliceerd voor de luisteraar. Het is vijfstemmig, eigenlijk een trio. Elke hand speelt op een apart klavier een solostem, pedaal daaronder, dat is een basso continuo. En later komt er dan in elke hand een stuk van de melodie steeds bij, in kanon. Dat is al een kunst om dat te componeren, laat staan om dat te begrijpen en te volgen. We weten dat Bach veel gebruik gemaakt heeft van tekstuitbeelding in zijn muziek. En er komt dan bovendien nog bij dat er bepaalde getallen symbolisch gebruikt zijn in de muziek. De 10 geboden, speelt het getal 10 een rol in, dat lijkt voor de hand te liggen. Hij heeft ook zijn eigen naam kennelijk af en toe benut, om welke reden dan ook. En in dit stuk, Vater unser im Himmelreich, is er in maat 41 een heel speciaal geval. Een van die rare figuurtjes komt maar één keer in het pedaal voor en dat is net in maat 41. 41 is J.S. Bach. J plus S enzovoorts komt bij elkaar uit, als je het alfabet nummert, op 41. En dat klinkt dan bij elkaar zo. Hij bereidt het voor, het pedaal is even weg en dan klinkt in het pedaal dat ene figuurtje. Komt het pedaal.